Ja, daar zijn we weer. We zijn nu bij PKC, de Papendrechtse Korfbalclub. En hier spelen we straks de battle tegen de jongens. Maar zover is het natuurlijk nog niet. De mannen krijgen les van Koen van Roekel. Maar wij hebben vandaag natuurlijk ook een top korfbalster uit het Nederlands team. Fleur Hoek! Wat zijn de regels van korfbal? Je mag niet lopen met de bal. Nog meer. Het is zo geblokt, verdedigd. Mag je niet op het korf. Klopt. Eén dingetje. Verdedigd is als je de schouder van je tegenstander kan aanraken. Mag je dan ook iemand een soort van wegduwen? Nee, dat mag niet. Gewoon geen lichamelijk contact. De meiden zijn best wel goed, hoor. Want welk meisje zit op korfbal? Joy. Dus jij wordt gewoon wel echt de sterspeler van vandaag, hè, dames? Want zij kan het al. Je zit ook in de D1. Ze zit ook nog eens een keer in de D1. Ja. Nou, dat hebben wij weer. Maar goed, we maken van jullie korfballers. Ja, komt het goed? Verdedigende tactiek. Aanvallend goed schieten, dan gaat het goed komen. Oké, Fleur, hoe gaan we beginnen? Bij korfbal moet je natuurlijk goed met elkaar samenspelen. En dat begint natuurlijk met goed gooien. Zodat we straks dicht bij de korf kunnen komen om goed te kunnen schieten. Gaan we. Je hebt de bal op één hand. Je had hem langs je oor. Zo. Ja. En dan zorg dat hij niet op de grond komt. Als je met rechts gooit voor jullie, ga je met links voor en dan gooi je. Hadassa, wat was dat? Ik kaats te vroeg. We gaan vandaag niet kaatsen. Gewoon vangen. Nee, is goed. Ja? Oké. Vangen, alles vangen. Goed zo. Goed zo. Ja, netjes. Je komt naar de bal te rennen, je vangt hem en zo leg je hem erin. Deed een door de bal, omdat je nadat je hem gegooid hebt, door blijft lopen. Woo! Goed zo, goed zo. Die petten, zitten jullie die in de weg? Nee. Zitten goed? Ik zou hem achter tevoren doen of afdoen. Ja, dit ziet er ook toffer uit. En scoren. Ja hoor, dat is lekker Hadas, dat is goed. Lekker Joy. Tot nu toe 48 ballen, 2 erin. Bij korfbal maak je een W met je handen. Dan leg je zo de bal in. En dan gaan we niet deze doen, want dat kan je niet goed mikken. De kippenvleugels noemen ze dat. Je houdt ze in een driehoekje. En dan vanuit je armen en je benen. Dat is een B. Strek je hem na. Hoppa, heel goed. Netjes, goede bal. Yeah, ja, mooi. Goed. Ja! Ja! Oeh, mooi. Doe je handen in een W. Ja, dan pak je de bal zo. Doe je armen zo. Ellebogen zo. En zo ga je hem schieten. En dan nawijzen. Ja, goed, goed. Hou vast, hou vast. Gaat heel goed. 4, hoppa, goed heren. Kijk, gooi. Goeie bal, netjes. Jullie schoten heel dicht bij de korf. Ja. Dat is goed. Woe! Oh, mooi. Ja, jongens, kom er even bij. Kom er even bij. Hartstikke goed. Zijn jullie toe aan de finale? Ja. Ja? Koen, zijn zij klaar voor de finale, denk jij? Zijn klaar voor de finale. Dus eigenlijk is het ook makkelijk om voor het verdedigen, om af te spreken, oké, jij pakt deze man om te verdedigen en daar blijf je bij. Die blijft gewoon volgen. Wie verdedig Joy jij? Joy van korfbal. Joy van korfbal. En jij? Ik Adassa. Adassa. Ik jij? Somma. En ik Veira. Goed zo. Bij ze blijven, hè? Wie van de jongens is het snelst? Vincenzo. En wie is van ons het snelst? Joy. Gaan we dan Joy tegen Vincenzo doen? Ja. 3, 2, 1, ja! Helemaal goed. Lekker.